We krijgen niks vandaag. Ja. Leuk. Want die worden nou gevoerd. Kijk. Ja. Zeg ja weg. Hoe meer kans je hebt dat je de juiste hoeveelheid vis kan vangen. Hè? Daarom gaat het voor elkaar aan de kant als ze een visje hebben en geven ze ruimte aan een andere pelikaan. Ze knippen binnen nu met een jaar, waardoor ze de mogelijkheid hebben om hier weg te kunnen vliegen. Ze zullen dan een zender met een chip krijgen, zodat ze altijd kunnen volgen waar ze heen gaan. En deze dieren zal ik dan wat minder vis gaan geven. En dan gaat het op dat ze zelf in staat zijn om genoeg hun eigen voedsel te kunnen vinden. Ze zit allemaal in de boom. Hier, zie je ze? En ze bewegen niet. Ze zijn elkaar aan het roepen. Zeg, kom eens terug. Ga eens van het dak af. Deze bewoog even. Thank you.
twee mooie vogels. Kijk, dit zijn... Ik ga weer terug. Er komen te veel mensen aan. Nu kunnen ze naar binnen. Normaal worden deze niet zo tam, hè? Nee. Tamme olievogel. Kijk, je komt niet overeind. Want ik dacht ook eerst aan een plankje. Ja, ik doe haar gewoon in de hoek om die mee te bedragen. Filmen. Oh, dat stinkt ook hoor. Het stinkt allemaal. Ja, jullie stinken. Oh, wacht, de tralies helaas. Nee, dan wordt het zwaar. Het gaat me nu om het gekrijs van die beesten, want je kan het niet fotograferen. Te veel tralies. Nou, hij krijst nu ook niet. Kom op, even krijsen. Deze hier vooraan, die krijst. Kom op. Ik vind nog eten tussen het zand. Mama.
hij draait daar steeds. Hij komt niet dichterbij. Loslopende dieren. Zwakstroom. Krijgen we nou zwakstroom door onze schoenen? Zie je ons niet, dan zijn we lekker binnen. Nou, ik hoop van niet.